Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij dit heugelijke moment. Wij als gemeente Gemert-Bakel zijn ontzettend blij dat we kunnen melden dat we samen met Keizersberg Vastgoed tot overeenstemming zijn gekomen tot het bouwen van 288 woningen op dit plangebied. Hier, samen met Keizersberg Vastgoed zijn we al een aantal jaren bezig om hier een mooi plan te ontwikkelen. En volgens mij is het plan waar we nu samen uit zijn gekomen inderdaad een mooi plan geworden. Zoals ik al zei, 288 woningen en in de verschillende segmenten. Er zit sociale huur in, er zit betaalbare koop in, maar ook voor het duurdere segment en ook voor mensen die graag zelf hun woning willen bouwen, daar zitten ook mogelijkheden in. Wat ook mooi is aan dit plan is dat de groene ledder, die je ook al in Doornheide 1 ziet, doorgetrokken wordt in dit plan. Waardoor dus de groene structuur helemaal doorloopt tot aan de kampen en dat ook goed is voor de biodiversiteit in Gemert. Naast de woningen wordt er ook een gezondheidscentrum ontwikkeld en ja, zoals ik heb begrepen van Keizersberg Vastgoed zijn er gesprekken met een huisartsenpraktijk om zich hier te kunnen vestigen. En dat zou ook mooi zijn, want dat draagt ook bij aan een oplossing op de druk op de huisartsenzorg die er op dit moment is in Gemert. Maar goed, we zijn blij dat we hier aan de gang kunnen. Ik denk dat in Gemert-Bakel heel veel vraag naar woningen is en hier zit alles in, de plan zit erin. En het is een mooie hoek van Gemert, dus ik ben ervan overtuigd dat dit wel gaat lopen. Gewoon een grensgerechtse maatregel, als het gemaakt wordt. Nog de rep, gewoon de rep allemaal.